Op deze zorgboerderij zijn wij heel veel bezig met wat mensen met een beperking leuk vinden en aan kunnen ook. Op de achtergrond zie je het ook. We hebben voornamelijk heel veel paarden en ponies staan. En daar is de grootste dagbesteding eigenlijk ook op gericht. Ik heb altijd binnen een instelling gewerkt hier in de buurt. En ik heb altijd gezegd, als ik ooit iets voor mezelf zou kunnen beginnen in dit werk, dan zou ik dat heel graag willen gaan doen. En vooral omdat de combinatie met de paarden, dat is een hobby van ons allebei. Dat kon niet beter voor ons eigenlijk. Wij hebben hier 6 mensen met een beperking ook wonen. En wij vinden het heel belangrijk dat die mensen ook echt 24 uur per dag zorg hebben. Dus ook 's nachts, als er geslapen wordt, dan is er ook gewoon personeel aanwezig wat hier slaapt. Dus mocht er iets zijn, mocht er iemand onverwacht ziek worden of heeft hulp nodig, dan is er direct iemand aanwezig. En dat misten wij wat we op andere plaatsen gezien hadden. Ik was hier oktober 2008 hier even komen kijken. En omdat het eerst werd verteld door mijn ouders van ja dus we gaan eventjes ergens heen waar ze heel veel paarden hebben. Nou, ik heel enthousiast. En toen kwam ik hier en toen even paarden knuffelen. En toen kreeg ik echt een beetje een schrik, want ik mocht hier wonen. En mijn wens was ook, een passie is dat, mijn paden. En ook wonen op de boerderij. En mijn wens kwam uit. Daarom kwam ik hier. Wij kwamen hier en toen was het een complete melkveehouderij. 112 melkkoeien stonden hier. Dus dat moesten we helemaal gaan verbouwen. De stallen zijn nu kantine geworden en dagbestedingsplaatsen. En de kleinveestal is een complete woning geworden voor 6 mensen. Vanuit de provincie hebben wij daar subsidie voor gekregen. 22.000 euro vanuit de provincie en Europa heeft daar ook nog eens 22.000 euro bij gedaan. Dus dan zitten we op 44.000 euro wat we gekregen hebben. De grootste dagbesteding die we hebben is de paardenhouderij. Dus we zijn met name met de paarden bezig, die moeten verzorgd worden. Nou ja, vooral met de paarden veel. Binnen en buiten zetten, af en toe poetsen, paardrijden. Nou, regelmatig ben ik op de paardenstal te vinden. Ik even knuffelen of even borstelen. Dat kan niet altijd. Ja, het erf een beetje onderhouden. Dat het allemaal netjes eruit ziet. De weien controleren, de waterbakken in de weien vullen en schoonmaken. En paardrijden. Daarnaast hebben we nog wat kleinvee. Ook dat moet verzorgd worden. En houtkloven voor de verkoop. We hebben een glasproject in het dorp hier opgezet. En dan wordt er maandag, dinsdag en woensdag kunnen de mensen glas buiten zetten. En dat brengen wij naar de glasbak. Dus wij lopen met bolderkarren langs de mensen op. En dan, ook dat is heel leuk om te zien. Want ja, toch die sociale contacten die ze er extra in krijgen. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Paarden is voor ons allebei een grote passie, al van jongs af aan. En daarin hebben wij zelf kunnen ervaren hoe dat paarden eigenlijk te werk gaan. En hebben we gemerkt dat ze je eigen persoonlijkheid heel erg kunnen spiegelen. En het mooie wat wij al terugzien is dat bijvoorbeeld als een van de bewoners een slechte dag heeft en zich geïrriteerd voelt, die loopt naar de stal toe en die kruipt bij het paard in de stal. En daar kan hij hartstikke bokken gaan doen, maar het paard zal ook laten weten dat hij daar niet van gediend is. Dus die zal hem ook wel weer zijn stal uitduwen. En ja, zo'n bewoner komt wel helemaal relaxed en terug naar binnen toe en heeft zich even kunnen ontladen op stal.
Nee, ik wil hier nooit meer weg. Nee. Oh, dat is een goede vraag, maar wij hopen hier nog heel lang te mogen zitten. Dus eigenlijk hebben we er nog helemaal niet over nagedacht wat we erna gaan doen. Misschien hier wel oud worden.